dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Ik ben heus de verjaardag van mijn eigen moeder niet vergeten. Maar ja, ik heb natuurlijk als camping-eigenaar wel even wat anders te doen dan de verjaardag te vieren van iemand die al lang in huizen avondrood had moeten zitten, maar nu met de eigenwijze staakcaravan permanent 4 plekken bezet houdt. Wel lief hoor, maar ze is verdomme 84. Kan toch niet al te lang meer duren nou, hè, zou je zeggen. Beertje is er wel naartoe, ook alleen maar omdat er wat te vreten is. Die zit zich weer vol te duwen met een poezet, terwijl ik dus de hele campingverantwoordelijkheid helemaal in mijn eentje kan dragen nou, hè. Ik bedoel, er moeten asielzoekers worden uitgezet, het stenigen is afgelast voor vanmiddag, dwergwerpen gaat weer niet door, er zijn problemen genoeg. Oh, nou heb ik toch nog een geluksdag. Eindelijk een wit iemand op de camping, eindelijk iemand die campingpenis een beetje een ander aanzien kan geven. Hallo, ik ben Freddy van der Meer, de kampeigenaar. Nou, dat kijk maar. Wat gibt es hier dan toch? Een homo-hond. Dat is ja aber komisch, niet? Oh, hij is Duits. Nou, herzliches willkommen hier op de camping Penis. En ik hoop dat de oorlog die ik heb gevallen. Haha, zeker. Het is vol. Vol is vol. Wat gibt es met deze Schweinesuri? Problemen, oder was? Nein, keine Probleme. Let mal nicht auf ihn, keine Ahnung. Such gesehen mal ein leuk Plätzchen. Gooit als ein Speer die Baum open, Willem. Er ist blank und gut gebaut. Voll ist voll, das sag ich selbst altijd. Und omdat hij een korte broek aan heeft, mag hij ineens op de camping. Ich snap daar niets van. Doe nou wat ik zeg. Aufmachen, schwaches Arschloch, und schnell! Je hoort me niet, hè? Hij is leuk! Enig. Mijn man zal zo ook nog wel komen. Oh, wat zeg je, Marie? Dat mijn man zo komt. Ik zal even vragen waar die blijft. Weet jij hoe laat mijn man thuis komt? Uw man is dood, hè, mevrouw van der Meer? Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Dat heb ik u verleden week ook gezegd, mevrouw van der Meer. Wat zegt ze? Dat die dood is. Is dat wat? Lang zal ik leven, hè, mevrouw van der Meer. Proost. Ja, zeg dat wel. Hoe is het met Freddy? Met wie? Freddy, je zoon. Hebt hij al een meisje? Ja, kind, zo leuk. Spontaan ding met van die pijpenkrullen. Leuk, leuk. Ja, maar ja, ik zie hem nooit meer uit het hartstikke druk. Oh, ik moet schieten. Ik denk van die Ranja. Wat zegt ze? Dat ze zo blij is dat u er bent. Oh ja, maar daar ben je natuurlijk vriendinnen voor. Wie ben u nou? Ik ben Lena. Oude Lena van vroeger uit de Schepenstraat. Nou, dat weet je toch zeker nog wel. Ja, Lena. Was jij niet die hoer, hè? Wie bent u eigenlijk? Beertje, vriend van Freddy. Oh, een vriend. Ja, ik ken Freddy van kleine jongen af. Ja, toen droeg hij nog van die strakke korte broekjes. Toch leuk voor hem dat hij nou zo'n leuk meisje heeft. Heb niks met meisjes hoor, ik ben zijn vaste vriend. Mag ik even allemaal de aandacht? Mevrouw van der Meer? Mevrouw van der Meer, van harte gefeliciteerd met uw 84ste verjaardag. Het is nu tijd voor de onthulling van uw cadeau. Iedereen hier op de camping heeft geld ingezameld voor een cadeau voor u. Dus u mag met me meekomen. Het is echt fantastisch. Van uw zoon Freddy en van meneer Boshout. Ik vind het een fijn plan. Attentie! Attentie! Wil Marco van Basten het Nederlands elftal afhalen in de kantine? Het
Nederlandse elftal moet opgehaald worden in de kantine. Zo, haalt die papieren maar vanaf. Oh. 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 Mooi hoor. Wat is het? Het is een auto, een invalide auto. Kunt u lekker rijden? Auto, moet ik daar nou mee? Ik heb toch al een looprek? Nou, kunt u veel verder weg, naar het strand of naar familie. Meneer Boshout legt het u even uit, toch meneer Boshout? Ja. Komt u maar, mevrouw van der Meer. Gaan we in eentje rijden. Hè? Wie ben jij dan? De holmaat van je zoon. Nou ja, Juden, wo sind ihr Sterne? Die Duschen sind dort nicht. Keine Angst, das hier ist nur Campinggas. Aufmachen, Ausweis und schnell! Bierkanal, Schalke 04, Auschwitz, Stuttgart. Zeige mir die goldene Zähne, Jude. Ach, was ist denn los? Mach nur ein bisschen Spaß, nicht? Komm doch, wo ist Ihre Judenhumor? Witte brood. En wegspoelen met jenever. Vis moet zwemmen, zeggen ze vaak in Holland. Broeders, willen wij als terroristen in Nederland leven, dan moeten wij de gebruiken leren. Dat is integreren. Voor de beste aanslagen moet je goed kunnen integreren. Wat moet je weten van Holland? Ze hebben een koningshuis. Ze maken kaas. Ze hebben jongens van Jan de Wit, Piet Hein, Kenau Simons Hasselaar en je moet met je pies naar Bijsterveld. Broeders, ik zal jullie een groot geheim verklappen. Ik ken de koningin. Ja, jawel, broeders. Ik heb Beatrix nog verleden week ontmoet. Zij heeft aan mijn baard getrokken en onder mijn jurk gekeken. Ze vond het prachtig. Als je bij de koningin komt, moet je iets meenemen. Maar dan niet zomaar een zuurdesemkoek of een stuk geit. Nee, je moet iets knutselen. Het liefst van lucifers. Je maakt dan het stadhuis van Zwolle of het station van Rotterdam. Hè? Het liefst op ware grootte. Ik heb voor haar dit gemaakt. Zo. Na du, geef me aan een bier. Groß. Groß, habe ich gesagt. Einen großen Bier. Das ist groß. Das ist ein großes Bier. Nennen Sie das groß? Bei uns in Deutschland ist das viele Male größer.
Nog eine. Na, holländische Militären. Sind Sie hier stationiert oder was? Nee. We zouden eigenlijk naar Afghanistan moeten, maar wij weigeren, zeg maar. We vinden het te gevaarlijk. Komisch. Mijn vader was ook militair. Piloot. Had hij nog maar bombardeerd. Rotterdam. In een stunde dat ganze Herz rausbombardeerd. Snel, niet? Hey, du, Barman. Gib hier mal 4 Bier, aber groß. Oh, ik heb nog wel oranje, hoor, maar... Wir haben damals das ganze Holland in 3 Tage runterbekommen, nicht? Das hat alles zu tun mit ihrer Mentalität. Die holländische Militär ist ein Lappschwanz. Ihr könnt gar nicht kämpfen. Wir Deutsche waren diszipliniert. Das ist noch immer so. Darum wollt ihr auch nicht nach Afghanistan fahren. Sie haben Angst. Es ist genauso wie im Fußball. Die Holländer sollten immer verlieren von uns. Wir sind besser, größer, schneller, schlimmer und so weiter. Na! Ein Prosit! Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in die Welt. Je pakt allemaal je eigen fiets en je houdt hem zo naast je, zoals ik. Dank je wel, Willem. Graag gedaan. Succes. Fatima, pak jij ook even een fiets? Fatima! Ik is mee. Zij Fatima. Ik ben Fatima, ik ben Jasmin, ik denk zij is Fatima. La, en dan met je Fatima en Leila. Kan me niet schelen wie Fatima is. Pak allemaal je fiets en hou hem zo naast je. Kijk, je gaat zo staan. Dan neem je een aanloopje en hop! Je springt op het zadel en begint meteen met je voeten te trappen. Trappen met je voeten. In het rond trappen. Dat heet fietsen. In Nederland kan iedereen fietsen. Dat is verplicht. Zo, trappen met je trappers. Kom maar, nu jullie. Kom maar achter mij aan. Jij ook, met je laken. Kom! Halt! Halt! Stehen blijven! Du! Hier met hem, Fahrrad! Snukkerdiri! En rondaf! Meneer! Meneer, wat doet u? Wilt u daarmee ophouden? Ik probeer ze fietsen te leren. Du! Moslim blijven! Alle! Gucken Sie mal. So macht man das. Ja, schauen Sie mich an. So muss man fahren. Ja, hier geht's. Guten Tag. So, so, ja. Guck aus. Ja. Guck mal. So muss man fahren. En dan ga je hier rechtsaf. Rechtsaf. Neem me niet kwalijk, maar jullie zijn ook wel een beetje watjes, hoor. Ik bedoel, hij is in zijn eentje. Jullie zijn met z'n vieren. Ja, maar we moesten deze pullen leeg drinken. Ja, hier Hans werd helemaal misselijk. En we moesten Duits volkslied zingen. Dat is toch niet zo erg? Het is een mooi lied. Er stond niks mis mee. Ja, maar daarna wilde hij armpje gaan drukken. Hij drukte ons zo van tafel. Daar, Jelle, zijn hele arm uit de kom, bijna. En daarna zei hij dat we mietjes waren. Bange Hollandse schijnnichten. Wat, zei die dat? Ja, bange Hollandse schijnnichten, zei die. En dat het geen wonder was dat we ons in mei 40 al na 3 dagen hadden overgegeven. Dat we in Srebrenica ook al homo's waren en dat we nu lafbekken waren met Afghanistan. Nou,
Dan zal ik wel even met hem gaan praten. Hij bedoelt het vast niet zo kwaad. Ja. Nou, hier. Doe maar de traantjes weg. Niet meer huilen nou, hè? Over. Over. Ja. Nou, mag ik hier dan even een rondje Ranja van mij? Nou, kom maar. Maar goed dat jullie dan nou niet in Afghanistan zitten, hè? Nederlanden zijn gastvrij en het bevalt mij hier op Camping Palace. Ik leer hier schaatsen, klompendansen en kantklossen. Dus ik verbied jullie om aanslagen te plegen in Nederland. Ik weet dat jullie zitten te springen om een granaat in de Kalverstraat, Semtex op Schiphol of een kogel in de Koopgoot. Niet doen. Wij terroristen houden van Holland. Daarom roep ik u allen op tot een driewerf hoera. Leve de koningin. Hoera. 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 Aus dem Mund, den ich liebe, und ist er mir noch so fern. Erinnert mich daran, dass vor vielen, vielen Jahren unser Glück so schön begann. Dass vor vielen, vielen Jahren unser Glück so schön begann. Was ist das denn mal? Zo, mevrouw van der Meer. Dat noem ik nog eens strak inparkeren. Man, er is geen hol aan. Ik rij hem zo naar Overschie. Maar geef eerst maar een jonge borrel, want er was geen klote te zuipen op die zenuwenverjaardag. Mooi. Doe er nog maar één, want ik ben op weg naar het graf van mijn man. Nou, als dat geen janken wordt, dan weet ik het niet meer. Ik zeg, won voor de rood. Ah, ik wil niet onbeleefd zijn, mevrouw van der Meer, maar je moet zo gaan rijden. Maar je kan niet zo achter het stuur. Ja, maar ik ga niet zo. Ik ga me eerst omkleden. De hele schepping is één daad van waanzin. Oranje boven, leve de koningin. Kijk, ik moet wel wat drinken, want anders dat durf ik niet in te voegen. Begrijp je wel? Nou. Ik zeg de laatste. En dan ga ik die krans leggen. Zou je dat wel doen? Want ik bedoel... Schiet op jouw dokus, want ik heb geen verlichting. Maar straks is het donker. Je bent een engel. Neem zelf ook wat. En ik zeg op de harige riet van Alexander. Mensen, daar kom ik. Allemaal op schiet. Doch gucken Sie mal. Das hier
ist typisch deutsches pünktliche Geschäftlichkeit. So macht man sie nicht mehr. Das ist Fachwerk. Hey, du, Jude, auch mal gucken. Ich mache dich aufmerksam auf etwas, ja? Ja. Was ja? Nou, ik zeg toch ja? Ja, Herr Obersturmbahnführer, sag es! Ja, Obersturmbahnführer, sag es. Das ist besser. Na, mal sehen. Es gibt eine gute Chance, dass meine Vati diese Bombe noch abgeworfen hat. Vielleicht gibt es ein Seriennummer. Weg hier! Wat is dit? Opgeruimd, staat netjes. Ja? Mevrouw van der Meertje toch? Nou, ik vond het een gezellige verjaardag. Mag ik een dubbele oranje bittert en een biertje voor Beertje? Sorry, tijdens het amusement is de bar gesloten. Ja, dit geneuzel kan wel 3 uur duren. Ja. Hey, de vogeltjes dans. Ja, kijk uit dat je geen griep krijgt. Doe je lampje eens aan. Ja. Hoor eens, Bin. Je bent nou 4 weken achter met je kampgeld, hè? Ik krijg €157,60 van je en het wordt nou echt tijd... Nee. Nee, luister eens. Hallo. Kan me niks schelen dat je in de put zit. Nee, jij huurt bij mij een put, dan moet je ook betalen. Ik wacht nog 1 week, Bin. Als je dan niet hebt betaald, dan zal je eens wat beleven. Osama. Klote terroristen. De elf, nee. Osama.